Onlangs was de ingebruikname van de hybride centrale te Pokigrom. Dit is een enorme boost voor de sociaal-economische ontwikkeling in dit gebied. Pokigrom heeft nu eenmaal 24 uur stroom, wat betekent dat er meer economische activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Het doel van het project was om het dorp Pokigrom en de omgeving te voorzien van continue elektriciteitslevering, dat we zeggen op een 24 uur basis per dag. De opwekcapaciteit wat daar geïnstalleerd is, het is een hybride centrale, dus er zijn verschillende bronnen. Je hebt de primary source is nu op het ogenblik de solar, het solar systeem. Naast het solar systeem heb je een batterij systeem waar energie wordt opgeslagen voor de avonduren. En als last resource heb je de dieselcentrale die er eigenlijk al was, maar is geupgraded om te kunnen interacten met de rest. Dorpbewoners zijn blij met de komst van eenmaal 24 uur stroom in hun gebied. Toen breed hij jarenlang in de Doro. Je begrijpt toch? En hoe de Masaita in het dorp ontwikkelen, dorp. Dan een bepaalde bedrijfsactiviteit, dan op mijn zijn en wat stroom van nodig. Dus vanzelf, hoe de breed hij open, die stroom zij kon. We zijn allemaal blij. De dorpelingen zijn blij. Zelfs de dorpen die nog geen elektriciteit hebben, zijn blij voor Pokigrom. Ja, ze zijn allemaal blij voor Pokigrom. En ze verwachten dat ze het ook krijgen daar. Ik moet u zeggen dat het een heugelijke feit is. Het heeft wel een poosje geduurd na het district Brokopondo, die eenmaal 24 uur stroom heeft gehad, is het nu de beurt aan Pokigrom. U ziet de beweging, u ziet de mensen, iedereen is blij, de DC zelf is blij. Ja maar, mijn vier hebben echt dat ik stroom kon naar Boeskondre. Ja maar, dat is wat je iets aan geeft, dat ik is de ene stroom, alles aan voor elkaar kan bewaan. We hebben vier hebben leuk voor dat stroom nu de, of we zijn nu maar bij zijn voor dat kassie. Dat we vier hebben maar vaak kunnen, dat we vier hebben zoiets, dat alles aan de. Er zijn ongeveer 400 huishoudens aangesloten op het netwerk en voorzien van een kabel en een meter. Er is voldoende ruimte gelaten voor uitbreiding. De batterij heeft genoeg ruimte om gedurende 36 uur het dorp van stroom te voorzien. Indien de opbrengst van solar tot een minimum zou worden beperkt vanwege te weinig instraling, bewolking, regen, etc. Voor de lokale ondernemers bestaat nu de mogelijkheid om hun economische activiteiten ten volle te gaan utilizen. Dat wil zeggen, en beperkingen in termen van stroomvoorziening die zijn eigenlijk nu tot het verleden gaan behoren. En het pad is vrijgemaakt voor het ontplooien van economische activiteiten. En ook om daarmee de ontwikkeling van het dorp en de omstreken te gaan stimuleren. Want dat voorzien dan 7 euro, tel ik 5 euro, 7 euro, tel ik 1 euro, je noemt maar voor het euro. Dan olie nog de 3 moen, dan olie nog de 5 moen. Dus hoe hoop dat dat zo goed door. En dat is een score op 10 de, dat is de. En als de score op 10 kan, abastroom hier die kan leren. Je zegt dat, dan kan ik de huiswerk morgen doen. Dus ik denk dat dat wel echt boosantje is. Voelt goed aan, het is een heel goed ding, omdat je dan meer kan doen. Je moet je voorstellen als je in de stad bent, als stroom uitvalt voor een uurtje. Iedereen gaat tekeer, iedereen begint te klagen. En hier moet je zonder stroom leven, vanaf dus de hele dag. 'S Avonds heb je van 7 tot 11 een beetje stroom. Dus dat je kan jezelf geen vlees in de ijskast zetten, je kan geen groenten in voorraad hebben. Je kan anytime studeren, al is het 's avonds, al is het vroeg in de ochtend, je kan opstaan en je lessen leren. Maar vroeger was het zonder stroom, dus je moest dan met een lamp gaan studeren. We zijn nu blij dat het gekomen is. We zijn nu blij dat het gekomen is. We gaan niet kijken van waarom het niet was gekomen. We gaan kijken van, hey, we hebben het nu, laten we het nuttig gebruiken. Toen der tijd hadden we niet eens computer hier, omdat we hebben geen elektriciteit. We hebben niet een computer om te werken, dus alles deden we met de hand. Maar nu dat er elektriciteit is gekomen, zijn er al plannen om ons de computers
om die computers te zetten, printers, internet voor ons. Dus dat alles, zodat het werk makkelijker gedaan kan worden. Ik vind het boom, maar ik hoop dat ik het niet kan doen. Ik wil de ontwikkeling van de stroom. Want de ontwikkeling is gemeen aan de stroom. Ik heb geen de les. De hybride opwekcentrale is ceremonieel geopend door de First Lady van Suriname, de directeur van de EBS, Rabin Parmisser, en de raadsadviseur Ramon Abrahams. Elektriciteit is een recht van elke burger, maar de dorpbewoners hebben de gezamenlijke plicht om de centrale te onderhouden.